Wouter van Bezien. De Catalaanse crisis begon eigenlijk met die toch opmerkelijke beelden van die oproerpolitie die in Barcelona de mensen van de trappen gooiden, hè, om te verhinderen dat het referendum zou doorgaan. Wat dacht u als u die beelden zag? Ik was echt gechoqueerd en ik vond het schrijnend en totaal onaanvaardbaar eigenlijk. Dit was mensen die hun politieke mening wilden uiten. Dit was een democratisch gebeuren en dat daar eigenlijk met geweld tegen opgetreden werd, ik vond dat echt onaanvaardbaar. En het is tot vandaag dat ik vind dat Europa een rol had moeten spelen. Dus de Europese Unie, hè, die had echt moeten optreden, die had een duidelijke veroordeling moeten uitspreken. Die had met Spanje het gesprek moeten aangaan. Die had met Spanje en Catalonië tezamen het gesprek moeten aangaan. Want het is duidelijk dat er langs beide kanten fouten gemaakt zijn. En dat dat een situatie is die in de impasse zit. Dus daar moet een politieke oplossing voor gezocht worden. Hoe dat er toch meer autonomie kan gegeven worden, maar binnen een rechtszeker kader. Maar dat Europa volledig zwijgt en dit soort toestanden van een lidstaat toelaat, dat gaat echt mijn petje te boven. Ja, u had het over dat rechtszeker kader. Er is nu ondertussen iets wat men de theorie Veuille is gaan noemen. Die zegt van ja, een grondwet die zal altijd die autonomie tegenhouden. Je kan geen onafhankelijkheid uitroepen als je die grondwet respecteert. Dus je moet die grondwet wel overtreden. Ja, maar dat is een juridische analyse. Maar eigenlijk is het een politiek probleem. En dat ga je nooit alleen met wetten oplossen. Daar moet je de politieke wil voor hebben, daar moet je een consensus voor hebben. En die moet dan in wetten gegoten worden. En ik denk dat er, ja, een paar jaar geleden zat dat wel op koers, waren er voorstellen om Catalonië binnen een Spaans kader wat meer autonomie te geven. Spanje heeft dat toen als politieke daad op een gegeven moment geblokkeerd en dat is niet verstandig geweest. Maar ook nu, en ik denk dat iedereen dat beseft en ook de Catalanen, want Catalonië is helemaal niet, of het Catalaanse volk, of hoe je het ook wil noemen, zeer eensgezind. Het is niet dat iedereen daar zo rap mogelijk een onafhankelijke staat wil. Dat is niet. Er is een heel verdeelde publieke opinie. En dus je moet daar zoeken naar oplossingen waar iedereen zich in kan vinden, waar iedereen zich kan achterzetten, zodanig dat daar, ja, die institutionele crisis verdwijnt. Want dat doet mij ook altijd wel, hoe moet ik het zeggen, pijn aan het hart ging ik nu zeggen, maar dat politici, dat is in België zo, dat is in Catalonië zo, dat is nu in Engeland zo met de Brexit, zich vaak zodanig verliezen in institutionele discussies, dat uiteindelijk de echte problemen, maatschappelijke problemen die er zijn, op de achtergrond geraken. Hè. En hier hadden we dat in België ook, dus bijvoorbeeld die Brussel-Halle-Vilvoorde gedoe. Ja, op den duur werd daar enkel nog over gediscussieerd en ging het meer over het feit dat we onrechtvaardige fiscaliteit hadden of dat we niet genoeg hernieuwbare energie hadden. En dus de maatschappelijke debatten, die gaan naar de achtergrond. Je ziet nu in Engeland dat er meer en meer mensen beginnen te zeggen, kan het alsjeblieft over is iets anders gaan dan enkel die Brexit. We zitten nu nog wel met een gezondheidszorg die in de problemen zit, bijvoorbeeld daar. Dus zo'n institutionele problemen moet je in de ogen kijken, moet je een goede oplossing geven. Zodanig dat het politieke debat terug over maatschappelijke thema's kan gaan. Ja, u hebt hier in dit parlement, in het Vlaams parlement, onmiddellijk een duidelijk standpunt ingenomen. U hebt gezegd van, ik ben geen nationalist, maar ik respecteer ieders keuze. U wilt dat probleem niet gebruiken tegen bijvoorbeeld de N-VA, want die zijn natuurlijk, ja, die zitten daar toch een beetje in een spagaat. Nee, in die zin denk ik dat de dingen die zij zeiden over dit thema, dus het standpunt van N-VA over Catalonië, vond ik een redelijk correct standpunt. Waar ik het wel wat moeilijk mee had, is dat bij N-VA er een beetje selectieve verontwaardiging is, want er is ook op andere plekken in Europa waar de democratie eigenlijk onder druk staat. Ik noem Hongarije, ik noem Polen, waar je met zeer rechtse regimes zit die de vrijheid van de pers, de onafhankelijkheid van het gerecht in het gevaar brengen, die rond holebi-rechten dingen zeggen en doen die absoluut ontoelaatbaar zijn. Ook daar vind ik dat onze verontwaardiging gepast is. Ook daar vind ik dat Europa moet ingrijpen. En dus het feit dat N-VA zich wel deze Catalaanse kwestie aantrekt als een democratisch probleem, wat het ook is in mijn ogen, maar die andere problemen veel minder thematiseert of daar veel minder moeilijkheden mee hebt. En in tegendeel zelfs met de mensen, de partij in Polen die aan de macht is, ook nog eens dezelfde fractie vormt in het Europees Parlement. Dat stoort mij. Ik vind dat de verontwaardiging over een gebrek aan democratie moet op alle plekken hetzelfde zijn. En bij mij is dat zo, maar dus ook over Catalonië. Ja, is het soort pragmatisme wat u zelf zou doen?
zeggen van ons belangrijkste programmapunt zetten we even opzij om aan een regering te kunnen deelnemen? Ik moet hier het rapport van de N-VA niet maken. Groen als partij is veel meer maatschappelijk gedreven. Hè. We zijn niet zozeer bezig met communautaire discussies. Hè. We zijn bezig met discussies over rechtvaardigheid, over duurzame economie. Natuurlijk, die punten zijn voor ons, dat is het wezen van onze partij. En als wij verantwoordelijkheid opnemen, en we zijn daar kandidaat toe, hè, om in 2019 in de Vlaamse federale regering mee te stappen, dan gaan we dat uiteraard op tafel leggen. En dus je mag van ons verwachten, terecht, dat wij hernieuwbare energie zullen stimuleren, dat wij er zullen voor zorgen dat de armoede daalt en dat wij ervoor zullen zorgen dat er vormen van directe democratie komen. Allemaal dingen die in ons DNA zitten, die voor onze partij absolute speerpunten zijn en die wij ook natuurlijk dan mee willen realiseren als we in zo'n regering zitten. Ja, Wouter van Bezien, u had het over dat maatschappelijk kader waarbinnen uw partij ageert. 2017 stond ook voor een stuk in het teken van de MeToo-beweging, die eigenlijk een universeel gegeven blijkt te zijn, een heel lokaal cultureel gebeuren. Heeft die impact van die beweging u verrast? Het was verrassend, ja. Dus er kwamen wat vertrekkende uit Hollywood verhalen van ongepast grensoverschrijdend seksueel gedrag. En dat een vonk is geweest dat eigenlijk wereldwijd vrouwen heeft doen opstaan om te zeggen, kijk, wij zitten in gelijkaardige situaties, wij hebben ook dingen meegemaakt en dit moet nu maar eens gaan stoppen. Ja, dat is natuurlijk de kracht van de sociale media. Hè. De sociale media kunnen ook een vergif zijn. Hè. Er kunnen heel veel haatboodschappen en venijn in die sociale media sluipen. Maar die sociale media hebben ook een kracht en als dat ingezet wordt voor een maatschappelijk doel, ja, dan kan die impact heel groot zijn. En ik vind dat wel een heel belangrijk thema, omdat het gaat erover dat hier mensen om wie ze zijn niet gerespecteerd worden. Het gaat dus niet over wat ze denken, wat ze doen, maar wel over wie ze zijn, namelijk een vrouw. En dat dan blijkbaar voor sommige mannen reden genoeg is om te zeggen, oké, dan mag ik wel eens een hand op de knie leggen of zelfs nog verder gaan en echt seksuele handelingen te gaan doen waar die vrouwen niet mee gediend zijn en niet willen. En het feit dat er respect gevraagd wordt voor wie men is als persoon, ja, ik vind dat een heel belangrijke boodschap. En dus ik sta in bewondering voor het feit dat dit nu zo breed gegaan is. En ik hoop dat het ook een impact heeft. Dat zal op termijn moeten blijken. Of nu de verhoudingen op dat vlak tussen mannen en vrouwen gewijzigd zijn. Maar ik hoop alleszins dat dat ook effectief het geval zal zijn. Is daar een rol weggelegd voor de politiek? Dit is iets van intermenselijke verhoudingen. Mm-hmm. Natuurlijk kan je zeggen, zeker als het om verkrachting gaat enzovoort, zijn dat dingen waar uw rechtssysteem echt moet prioriteit van maken en dat nooit mag vergoeilijken of nooit mag uitdraaien in een soort blame the victim. Ja, maar die vrouw had een kort rokje aan of wat dan ook, daar gaat het absoluut niet over. Hè. Vrouwen mogen korte rokken aandoen, dan nog moet je de grenzen respecteren. Dus op dat vlak denk ik, als het gaat over het zorgen dat de regels die er zijn, de rechtsregels die er zijn, ook gerespecteerd worden, heeft de politiek en de overheid een rol te spelen. Maar het is natuurlijk ook een cultureel gegeven. Het moet duidelijk zijn voor de mannen waar de grenzen liggen. En eigenlijk is het ook niet zo moeilijk, vind ik. Allee, ik denk dat er één gezond verstand is. Iets wat je zelf niet zou willen dat er bij u gebeurt, doe je ook niet aan iemand anders. Ik denk twee, dat het heel duidelijk is als de vrouw aangeeft van nee en dit is mijn grens en dit wil ik niet. Ja, dan moet je daar onmiddellijk mee rekening houden en onmiddellijk respecteren. En drie, ook wel een heel belangrijk aspect, zeker als je in een machtsrelatie zit, dan moet je eigenlijk voor jezelf nog extra ermee rekening houden dat het zou kunnen zijn dat een vrouw het niet wilt, maar het niet durft zeggen. En dus ja, alle mannen moeten daarmee rekening houden. En ik denk dat het gerecht zich moet organiseren zodanig dat ze kan ingrijpen daar waar het kan en waar het moet. Maar het heeft ook te maken met een mentaliteitswijziging. Ja, er wordt in de publieke opinie wel eens met de vinger gewezen naar de politieke wereld zelf. Als zijnde een macho wereld waar alles wat hanengedrag is. Is dat een terechte perceptie?
Wel, ik hoor van mijn vrouwelijke collega's dat er wel wat mannelijke politici zijn, ook in dit parlement, die ook niet zo goed weten waar de grens ligt en die ook al wel eens gemakkelijk opmerkingen maken over mooie benen of toespelingen over wat er 's nachts zou kunnen gebeuren. Dus in die zin is dat nu meer in de politiek dan op andere plekken. Dat kan ik niet beoordelen, maar sowieso overal zou het moeten stoppen. Ja, het is natuurlijk een moeilijk verhaal, want ja, waar leg je die grens? Mag je al eens een opmerking maken? Sommige vrouwen zeggen nu al van ja, die slinger is te ver gegaan. Er mag wel wat geflirt zijn, er mag wel wat spielerij zijn in het leven. Wel, er mogen zeker ook complimenten zijn. Er mag zeker ook speelsheid zijn, dat is allemaal geen probleem. Het is daarom, ik heb het daarnet al gezegd, het is voor mij heel duidelijk. Doe niet aan iemand anders wat je zelf niet wilt, maar vooral kijk naar de reactie en zorg ervoor dat... vrouwen geven zelf aan wat kan, wat niet kan en stop onmiddellijk als je voelt dat het niet kan. Ja, meneer de minister, eerst er nog even u aan herinneren, hoewel dat wellicht niet moet met uw scherp geheugen, dat ik geapplaudisseerd heb voor het Toekomstverbond en met volle overtuiging. Ik denk dat dat een belangrijke mijlpaal is geweest en dat er engagementen in zitten, zowel van de Vlaamse regering als van de actiegroepen, als van de intendant, als van de stad Antwerpen enzovoort, om ermee aan de slag te gaan. Dus ik zou u toch willen vragen, stel mij nu niet teleur, hè, ook niet als Vlaamse regering, en neem alle engagementen die u daarin genomen hebt ook serieus, omdat ik meer en meer de indruk krijg dat het daar wel wat aan mangelt. Wouter van Mezien, als keuzethema maakten wij de keuze voor het Oosterweel-dossier. Misschien een beetje masochistisch, want dat blijft maar terugkeren, dat verhaal. Maar u hebt daar een beetje een bocht gemaakt. Hè. U vond het een goede evolutie dat er beslissing was, en nu vindt u dat die Vlaamse regering te lang aarzelt. Wel, ik vind dat het de Vlaamse regering is die een bocht gemaakt heeft natuurlijk. Hè. Dus het Toekomstverbond dat afgesloten is met de actiegroepen, dat hebben wij toegejuicht. De intendant heeft daar een belangrijke rol in gespeeld. En eindelijk was er perspectief. En er zat een goed evenwicht in. Er zat een evenwicht in van, we gaan de ring overkappen. Dat is belangrijk, voor meer ruimte in Antwerpen te hebben, voor gezondere lucht. We gaan zorgen dat er minder vrachtverkeer en auto's zijn en dat er dus meer openbaar vervoer is, meer fietsen, meer duurzame vervoersmogelijkheden. We gaan meer auto's rond de stad leiden, hè, waardoor dat eigenlijk de nieuwe tunnel, die Oosterweelverbinding, ook kleiner kan zijn. Dus daar zaten heel veel goede dingen in. En dan is het natuurlijk de tijd om dat ook uit te voeren. En ik vind dat de actiegroepen hun job gedaan hebben, die hebben een engagement nagekomen. Die hebben hun klachten bij de Raad van State teruggetrokken, want daar hing het zwaard van Damocles dat misschien heel het project ging doen zinken. Ik vind ook dat de intendant zijn opdracht aan het doen is. Die is nu eigenlijk in overleg met mensen in Antwerpen en met verschillende architectengroepen is die aan het bekijken van hoe kunnen we die ring in Antwerpen gaan overkappen. Die moet de plannen maken. Maar dan heb je de Vlaamse regering. Die moet ook haar engagement nakomen en haar handtekening die onder het Toekomstverbond staat valideren. En dus die moet ervoor zorgen dat inderdaad die auto's rond de stad geleid worden. Die moeten ervoor zorgen dat er openbaar vervoer bij komt en dat er meer fietsinfrastructuur komt, want anders ga je nooit die modal shift krijgen die voorzien is. En die moet vooral ook voor geld voorzien. Die moet zorgen dat, want er gaat wel wat investering nodig zijn, zowel voor die overkapping van de ring als voor nieuw openbaar vervoer, een tweede spooronsluiting in de haven en dat soort dingen allemaal. En dat gebeurt niet. En dan denk ik, ja, nu ben je de mensen blaasjes aan het wijsmaken. We hebben iedereen gemobiliseerd, we zijn er mee gaan achterstaan. Er is enthousiasme in Antwerpen om dit nu zo aan te pakken. Ja, en als je dan op zijn gat laat vallen en je eigen engagement als regering niet nakomt, ja, dan dat is niet eerlijk. Dat is waar gaan we mee eindigen als het zo zou doorgaan? Dus ik roep de Vlaamse regering op om het geweer van schouder te veranderen. Maar waar gaan we eindigen? Dat we hele mooie plannen hebben van die overkapping. Hè? Dat al die plannen in mooie tentoonstellingen zitten. Maar dat er nooit iets van gaat gerealiseerd worden. Ja, dat willen we natuurlijk niet. Ja, maar dus het gaat over 600-700 miljoen in de eerste fase. Dat bedrag moet buiten de begroting worden gehouden. Dat is natuurlijk een moeilijkheid die ook Europa moet goedkeuren. Die regering kan niets doen zolang ze geen oplossing op papier heeft voor die budgettaire uitdaging. Ja, het gaat zelfs over meer geld. Hè. Dus het gaat inderdaad over geld voor de Oosterweel. Mm-hmm. Maar het gaat ook over de beloofde 1 miljard bijkomend voor de eerste overkapping. Mm-hmm. En dan is het op termijn een volledige overkapping waar ook geld voor zal moeten voorzien worden en investeringen in openbaar vervoer. Het is aan de Vlaamse regering om daar nu een robuust financieel plan voor te maken. Dat is onze oproep. Dat zij zowel naar kosteninschatting, hoeveel gaat het allemaal kosten, als van waar gaan we dat geld halen, dat ze dingen op papier zetten.
Is dat gemakkelijk? Nee. Zal dat stap voor stap moeten gaan? Ja. Maar nu is er gewoon niks. Dus er wordt blijkbaar geen huiswerk gemaakt. Men is dat geld niet aan het zoeken. Ja, en dan is hun handtekening onder het Toekomstverbond eigenlijk een leugen. Ja, maar is dat toch niet een beetje een goedkoop argument? Want die regering wil natuurlijk wel die dingen doen. Niemand zal zich inbeelden dat ze tegen 2019 voor de verkiezingen niet concreet met dat plan zijn gestart. Maar ik neem aan dat ze het willen, want daarom zetten ze hun handtekening, maar nu moeten ze ook naar de planning gaan. Allee, een handtekening is niks waard als daar geen actie tegenover staat. Goede intenties is niet genoeg. Deze Vlaamse regering moet een plan op tafel leggen waarin dat in een meerjarenperspectief, dat zal niet van vandaag op morgen zijn, dat vraagt ook niemand, maar dat er wel engagementen zijn om jaar na jaar geld bij elkaar te halen. En gebeurt dat via leningen, gebeurt dat via tolopbrengsten, wat dan ook, welke mix van financiering dat daar rond uitgewerkt wordt. Ja, dat is een technische kwestie, maar daar moet wel aan begonnen worden. En zeker ook aan die modal shift, dus meer duurzame mobiliteit, daar zien we niks van. Dus er is geen enkel planning van hoe gaan we dat nu doen. We hebben nu beloofd als Vlaamse regering dat in heel de regio Antwerpen, waar nu nog 70% vracht- en autovervoer is, dat 50% wordt en dat de andere 50% duurzame transportmodi worden. Hoe gaan ze dat doen? Geen idee. Ja, dan worden dat loze woorden. Terwijl iedereen is daar enthousiast over dat we dat zouden doen en wij willen dat voluit steunen. Waarom als boer, zal je zeggen, zijn wij daar met zorgen? Canada kan niet tegen ons op, gewoon door klimaat. Dus je weet ook, veel meer wintermaanden, dus die kunnen niet tegen ons op. En dan zeggen we zo, kijk, dan moet ik dan content zijn dat ik die boeren daar ga kapot steken. Dan zegt hem, ja maar, zegt hem, je moet toch content zijn? Ik zeg, nee. En wat gaat er overkomen? Hoe, wat gaat er overkomen? Ja, ik zeg, je moet toch geen flauwekul vertellen? Als wij met melk daarin gaan, dan komt er iets terug. Ja, dat was dan het vlees. Ik zeg, oké, dus mijn collega die vrees bij mij in de buurt heeft en vlees optrekt, koeien optrekt, die gaat ook kapot. Dus dan moet ik echt fantastisch content zijn, omdat ik steek de Canadese boeren kapot, ik steek mijn collega's kapot. Dat is schitterend. Wouter van Bezien, we vragen elke gast om ook een eigen thema te kiezen. U hebt gekozen voor een fragment uit een hoorzitting hier in het Vlaams parlement met Luc Hollands, een merkwaardige landbouwer uit de Voeren. Ja, die is erin geslaagd van 15.000 handtekeningen te verzamelen om een hoorzitting af te dwingen hier in het Vlaams parlement over het CETA-akkoord. Ja, het was voor het eerst, dacht ik, dat zoiets gebeurde hier. Er zijn nog hoorzittingen gebeurd waar mensen 15.000 handtekeningen hebben verzameld. Maar het is niet de eerste keer, maar ik vond het ook wel heel merkwaardig. Ook omdat het een thema is dat misschien voor veel mensen te abstract is, ver van het bed is. Dat gaat over een handelsakkoord met Canada. En het feit dat hij als boer en als actieve boer, hij staat elke dag 10, 12 uur in zijn stallen, hij is melkboer, dat hij zich dat zodanig aantrekt. En ik heb dat fragment gekozen omdat ik het belangrijk vind dat een parlement niet alleen, bij wijze van spreken, het politiek debat onder politici voert, maar dat we er altijd van moeten doordrongen zijn dat we eigenlijk met heel de samenleving in interactie gaan. En hier is dat een burger die de kans gegrepen heeft van de instrumenten die er zijn om zelf naar het parlement te komen en om hier voor een commissie van allemaal beroepspolitici te komen zeggen wat hem stoort met dat CETA-verdrag. Dus ik vond dat als proces heel goed. Maar ik vond hem ook inhoudelijk heel goed. Ja. En dus vanuit een solidariteit met de boeren hier, maar ook met de boeren in Canada, kwam hij eigenlijk argumenteren dat het verdrag en het CETA-verdrag geen goede zaak zou zijn. En hij verweet met name de N-VA en de andere meerderheidspartijen, die nogal enthousiast zijn over dat CETA-verdrag, enkel en alleen op te komen voor de belangen van de baggeraars. Hè? Want we hebben twee grote baggerfirma's en die kunnen in de wereld niet altijd overal terecht. En dus, maar dat de belangen van de kleine ondernemers, de KMO's en de boeren, dat die blijkbaar ondergeschikt zijn. En N-VA had nog geprobeerd in die hoorzitting dan om het protest in Wallonië, hoewel natuurlijk Voeren Vlaanderen is, maar tot daar aan toe, het protest in Wallonië,
ja, heel politiek te duiden. Die zei van ja, de PS heeft zich willen profileren omdat de PTB zo sterk aan het opkomen is. En dus dat is een soort politiek spel waar ze voor de rest niet te veel mee te maken hebben, want er is niet veel export vanuit Wallonië, dat komt vooral vanuit Vlaanderen. Dus een heel politiek-politicien analyse. Waarop dat die man zei van, nee, maar waarom zeg jij nu tegen mij? Ik ben helemaal geen negociist, ik ben een kleine zelfstandige. Spreek nu eens over de argumenten die ik hier op tafel gelegd heb. En dat vind ik ook zo verfrissend aan die hoorzittingen. Al die politieke argumenten die er eigenlijk niet echt toe doen, die vallen weg. En je moet naar de essentie gaan. Daar zit iemand voor u die zegt, ik ben een boer, ik ga hierop achteruit gaan met CETA. Jullie hebben dat blijkbaar niet door. Alsjeblieft, denk twee keer na. Ja, een van de concrete voorbeelden die je gaf, was de verschillende reglementeringen in Canada en in Europa over gebruik van pesticiden, gebruik van hormonen. Alles wat in de veehandel en in de agro-industrie gebruikt wordt, waar je zegt van inderdaad, wij kunnen daar moeilijk tegen concurreren op die manier. Inderdaad, dus hij was zeer bezorgd over het feit dat eigenlijk op die manier vlees bijvoorbeeld, dat met minder milieuvriendelijke technieken is gekweekt, naar onze markt zou komen en daardoor dus het milieu achteruit gaat. Maar hij was ook heel bezorgd, en dat vond ik wel knap, over het feit dat hij zegt dat CETA-akkoord, dat gaat ervoor zorgen dat eigenlijk de politiek in Vlaanderen en Europa minder te zeggen heeft. Want er zit een heel luik aan dat verdrag dat te maken heeft met de regelgevende afstemming. En dat je dus vooraf moet met hen afspreken van wat er kan, wat er niet kan. En dus de autonomie om hier bijvoorbeeld veel ambitieuzer te zijn op vlak van milieumaatregelen of andere dingen, of bescherming van precaire beroepen. Ja, die ben je wel uit handen aan het geven. En die riep echt iedereen op van, ja, maar jullie willen toch zelf een impact kunnen hebben op waar je mee bezig bent. Dus geef nu je eigen macht niet uit handen. Vond ik ook eigenlijk een hele mooie oproep. Ja, maar de vraag is natuurlijk, als zo'n hoorzitting meer kracht heeft dan puur een therapeutische kracht. Dat zal niet rechtstreeks tot gevolg hebben dat nu de meerderheidspartijen van gedacht veranderen. Maar het zorgt er wel voor dat ook de publieke opinie een stuk gemobiliseerd wordt, want hij heeft toch maar 16.000 handtekeningen verzameld. En dat de gemakkelijke argumenten van de voorstanders, de tegenstanders, dat zijn allemaal PS'ers, dat die wegvallen en dat men wel gedwongen wordt om een argumentatie te ontwikkelen die steekhoudt. Ja, en dat men nu kan zeggen, we hebben dat niet geweten. Ja, ook. Ja, Wouter van Bezien, 2018 is een belangrijk jaar. Het zijn verkiezingen. Voor politici is dat een feestdag zijn eigenlijk. Hè. Niet maar, alleen voor politici, hè, ook voor burgers. Ook voor de burger, ja. Maar voor u is het wel een heel speciaal jaar, want u hebt een lang parcours afgelegd om in een startpositie te komen waar u durft of kan Bart De Wever aanvallen als burgemeester zittend, burgemeester van Antwerpen. En iedereen zegt dat de kaarten goed liggen voor u. Wel, wat we gedaan hebben, we hebben een politieke beweging opgericht samen, waar dat Groen in zit, waar dat SPA in zit en waar dat we ook onafhankelijke expertise bijhalen. Bijvoorbeeld Ginny Beels, die een jarenlang politiecommissaris geweest is in Antwerpen. En de bedoeling is echt om de mensen, de Antwerpenaren, ervan te overtuigen dat het beter kan met de stad. En we gaan dus inderdaad een aanbod doen. Er gaat een duidelijke keuze zijn voor de mensen in Antwerpen, om zich over de toekomst van de stad uit te spreken. En dat is inderdaad een feest voor de democratie. En dan is duidelijk waar dat we voor staan. Met samen willen wij eigenlijk de uitsluiting tegengaan, de armoede tegengaan, zorgen dat iedereen kansen krijgt in de stad, dat iedereen erbij hoort. We hebben een heel ambitieus programma op vlak van duurzame haven. We zitten met de industriële kern van heel Vlaanderen bij ons. Daar zijn we fier op en we moeten die klaarmaken voor de toekomst. En we willen ook op een manier aan politiek doen dat we iedereen die in Antwerpen die betrokken is, die mee wil bouwen aan de stad, om die ook alle kansen te geven. Want we zien dat het huidige stadsbestuur graag al eens ruzie maakt met middenveldorganisaties, terwijl je moet creativiteit, betrokkenheid van de stad omarmen en je moet die alle plaats geven in het samen beslissen over hoe de toekomst van Antwerpen eruit ziet. Ja, het is in elk geval zo dat de Antwerpenaar duidelijke keuzes geeft nu. Er zijn twee partijen die zich profileren rond hun eigen standpunten. Is het belangrijk van dat zo te houden? Want daarmee druk je natuurlijk ook een aantal andere partijen van de kaart weg.
Ja, maar het is niet in de eerste plaats dat soort strategische partijpolitieke overwegingen die ons ertoe gebracht heeft om samen op te richten. Er was een goesting om zoveel mogelijk Antwerpenaren te verzamelen rond wat willen we doen met de stad. En dat is onze drijfveer. Hè. En dus dat zal ook, onze campagne moet nog starten uiteraard, maar dat zal de basis zijn. We gaan de straat op, we gaan mensen bijeenbrengen, we gaan ideeën verzamelen en we gaan ervoor zorgen dat er een progressief bestuur komt op die manier, of dat is toch onze doelstelling, waar dat, ja, zoals gezegd, iedereen meetelt in Antwerpen. Ja. De voorbije weken waren politieke waarnemers een beetje gefascineerd door het Landinvest gebeuren in Antwerpen. De vermengeling van belangen tussen het stadsbestuur en die fameuze projectontwikkelaar. Blijkbaar waren die politieke waarnemers daar meer mee bezig dan de Antwerpenaar, want uit peilingen achteraf bleek dat Bart de Wever daar versterkt uit dat verhaal gekomen is. Heeft u dat verrast, die peiling? Die peiling heeft mij op zich niet verrast, omdat dat ook vlak na Perikelen kwam ook bij ons. Maar ik denk dat de roep om transparantie alvast wel gedeeld wordt door heel veel Antwerpenaren. En dus in die zin hadden wij ook een voorstel om met een commissie in de gemeenteraad eens te gaan bekijken van hoe zien die verschillende bouwdossiers er nu uit, hoe zijn die beslissingen tot stand gekomen, omdat er heel veel achter gesloten deuren gebeurd is. Daarmee is dat misschien niet fout, maar misschien wel. Dus laten we het ons dan in de openbaarheid brengen en dan kunnen we daar met z'n allen over discussiëren. Maar nog een stap verder, en misschien zelfs nog belangrijker dan de transparantie en het feit dat alles correct moet verlopen, is dat er goede beslissingen genomen worden over stadsontwikkeling. En dan denken we bijvoorbeeld een debat rond de slachthuissitten. Het is belangrijk dat die slachthuissitten ontwikkeld wordt, want nu is dat een kanker in de stad. Maar het is natuurlijk ook belangrijk dat die ontwikkeld wordt op mensenmaat. Hè, en dat ervoor gezorgd wordt dat daar dicht kan bebouwd worden. Hè. Dat is een stad, hè, dus mensen wonen daar dicht bij elkaar. Maar dat daar genoeg openbare ruimte is, dat er genoeg parken zijn, dat dat goed ontsloten is met openbaar vervoer. En dat dat dus op mensenmaat is. En dat dat project ook voorziet in genoeg betaalbare woningen. Want dat is een groot probleem in Antwerpen, dat de jonge gezinnen geen betaalbare woningen meer vinden, dat zeker mensen die, of alleenstaanden, die in financiële problemen komen. Dus iedereen verdient een goed dak boven het hoofd, dus laat ons daar een ontwikkeling maken die op mensenmaat is, die goed gemixt is met groen en parken en openbaar vervoer en die betaalbare woningen aanbiedt. Ja, u hebt het even aangeraakt, u kwam zelf even in problemen door uw SPA-partner Tom Meeuws, die even uitgeleed in het dossier. Diezelfde politieke waarnemers zeggen dan, Wouter van Bezien kwam er beter uit, want hij toonde zich duidelijk de baas in dat verhaal. Ja, maar goed, dat is, ook daar zijn we niet mee bezig. Het feit is dat samen, van bij het begin, die partijpolitieke verhoudingen overstijgt. En dat is de enige manier waarop een samenwerking kan werken. En dus dat wil zeggen dat we niet meer tellen van wie is hier de winnaar, is het er Groen of SPA of zijn het die onafhankelijk, maar dat we juist door de krachten te bundelen, door schouder aan schouder te gaan staan, ervoor zorgen dat we een sterk project hebben dat aantrekkelijk is en wat een stem verdient voor de Antwerpenaar. Ja, dus 2018 wordt een druk jaar voor Wouter van Bezien. Het wordt een heel druk jaar, maar ik heb er wel veel zin in. De stad Antwerpen ligt me natuurlijk na aan het hart. En ik denk dat we daar veel beter mee kunnen op sociaal vlak, op economisch vlak, op democratisch vlak. En dus het zou dom zijn om die kans te laten liggen. Ja. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.